Jesse Klaver zat bij WNL en haalde weer eens op een vilijne manier uit naar Geert Wilders. Alle vrienden van Wilders in Europa hebben banden met Rusland, zei Jesse Klaver. Waarmee hij suggereerde dat Wilders wel eens degene zou kunnen zijn die is omgekocht door Rusland. Wilders reageerde furieus op Twitter. Smerige ophitsen. Dit is wat Paul Rozemuller deed bij Pim Fortuyn. En we weten allemaal hoe dat is afgelopen. Linkse partijen blijven maar feitenvrij bashen, omdat ze ervan balen dat PVV verreweg de grootste partij is. Wat vinden jullie? Heeft Wilders gelijk of niet? Laat het me weten en like en deel deze video.